Een jong kind is vrijdagmiddag zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in het fietstunneltje bij de Felle Noord. Het kind liep op de stoep, maar stapte ineens het fietspad op en een scooter kon het kindje niet meer ontwijken. Een ambulance kwam ter plaatse om het kindje naar een traumahelikopter te brengen. Die was geland op een veldje aan de Dr. Willem Dreeslaan. Hoe het kindje er nu aan toe is niet bekend.